In deze video beantwoorden we een geloofsvraag over hoe je op het rechte pad blijft en goede keuzes maakt. Je kijkt naar een video van Stronglife. Wij helpen jou groeien in geloof. Dus zorg ervoor dat je geabonneerd bent op het YouTube-kanaal en klik op het belletje, zodat je een melding ontvangt zodra er een nieuwe video online komt. Vorige week kregen we via Instagram de volgende vraag. Ik probeer altijd op het juiste pad te blijven lopen, maar dat lukt niet altijd. Hebben jullie tips? Ja, natuurlijk hebben we die! In deze video zal ik er een paar met je delen. Het is super dat het je verlangen is om altijd op het juiste pad te wandelen. En daarmee bedoel ik dat het je verlangen is om samen met Jezus je leven richting te geven. Iedere dag moeten we zoveel keuzes maken. Het begint 's ochtends al als je je aan gaat kleden. Wat trek ik aan vandaag? Hoe ga ik mijn haar doen? En wat ga ik eten als ontbijt? Dat zijn al 3 keuzes voor het eerste half uur van de dag. Er zijn zelfs sites die vermelden dat een mens per dag meer dan 30.000 beslissingen neemt. Met zo'n aantal is het onmogelijk om iedere dag alleen maar goede keuzes te maken. Dus streef ernaar om goede keuzes te maken, maar weet dat God je graag vergeeft wanneer het een keer fout gaat. In de Bijbel staan heel veel leefregels. Het probleem is dat mensen vaak denken dat Gods regels ons allemaal beperkingen opleggen, waardoor we niet maximaal van het leven kunnen genieten. Het voelt dan als het ware alsof het een stukje vrijheid wegneemt. Maar dat is helemaal niet zo. God heeft ons regels gegeven waarmee we onszelf kunnen beschermen voor de gevolgen van het maken van verkeerde keuzes. Daarmee begint op het juiste pad wandelen dus al met het kennen van Gods leefregels. Ga dus je Bijbel lezen en ga ontdekken wat God daarin vertelt over hoe Hij wil dat wij leven. Je kan natuurlijk de 10 geboden lezen, maar lees bijvoorbeeld ook eens de bergrede in Matteüs hoofdstuk 5, 6 en 7. Misschien is het wel zo dat je merkt dat je in je leven steeds weer dezelfde verkeerde keuzes maakt en dat je eigenlijk niet lukt om met een bepaalde zonde te breken. In dat geval kan je voor jezelf eens nadenken over hoe het komt dat je dit steeds weer doet. Is dit bijvoorbeeld omdat je geen nee durft te zeggen? Of is de verleiding soms zo groot dat je het niet kan weerstaan? Het gevolg kan zijn dat je erachter komt dat het beter is om dingen in je leven te gaan veranderen. Misschien is het tijd voor andere vrienden. Of is het beter om jouw mobiel vanaf nu beneden te laten wanneer je gaat slapen. En vergeet niet dat het belangrijk is om God te betrekken bij je dagelijks leven. Je mag Hem vragen om jou te laten zien op welke gebieden in jouw leven je andere keuzes moet maken. Ga lekker een stukje wandelen of zoek een rustige plek op waar jij je op je gemak voelt en ga in gesprek met God. Je zult niet altijd briefjes uit de hemel krijgen of God hardop horen spreken. Maar als je Hem betrekt bij de keuzes in je leven, dan mag je erop vertrouwen dat Hij je door zijn Heilige Geest richting zal geven. Heb jij ook een geloofsvraag waar je graag een antwoord op wil? Reageer dan nu op deze video of ga naar stronglife.nl/contact. Daar lees je precies hoe je met ons in contact kan komen.